gesteld. Dan ga ik weer terug naar mijn Jolles. Noemt u eens twee van de belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van de neurobiologie, van het neurobiologisch onderzoek. Ja, de belangrijkste bevinding vind ik zelf iets van een aantal jaar geleden, 4, 5, 6 jaar geleden. Het feit dat de hersenen doorontwikkelen tot na het 20e jaar. En vooral dan in jongens die wat trager in die ontwikkeling zijn dan meisjes. En dat zijn bevindingen die je eigenlijk nu al als handboekenkennis kunt zien. Maar dan moet daarover een vertaalslag worden gemaakt. En daar ben ik met de heer Leven eens. Daar moeten we gewoon wel voorzichtig over zijn. Ja, maar goed, dus het zijn twee dingen. Eén, het brein groeit langer dan we dachten, namelijk tot na 20e jaar. Ja. En twee, er is verschil in groei en in snelheid van groei tussen jongens en meisjes. Jazeker. Goed. U hebt een paar afbeeldingen meegebracht. Die zien wij in elk geval hier op het plasmascherm. U kunt daarna opzij kijken. Wat zien we hier? We zien hier een plaatje van een MRI-scan. Dat is een scan waar mensen worden in een scanner geschoven. En er wordt een plaatje gemaakt van de hersenen, de structuur van de hersenen. Dit plaatje is van een persoon van ongeveer 5 jaar. En er wordt gekeken naar wat er in de periode van 5 tot 7 jaar veranderd is. Als je rood ziet, dan is er heel erg veel structurele veranderingen. Geel is structurele verandering. Groen is een beetje. En donkerblauw zijn er helemaal geen veranderingen meer. Blauw is klaar. Blauw is eigenlijk klaar. Dus je ziet dat bij zo'n kind van 5 jaar dat er heel erg veel nog aan het veranderen is. Nou, dat wisten we eigenlijk wel. Op het volgende plaatje zie je wat er gebeurt tussen 5 en ruim 20 jaar. Je ziet bij ongeveer 8 jaar dat er nog steeds rode, groene, gele plekken zijn naast de blauwe. Dus die veranderen nog. De kern van wat hier staat, dus tot helemaal rechts, 20 tot 22 jaar, zijn nog steeds groene, rode en gele vlekken. Dus na 20 jaar is er nog steeds verandering. Daar zie je het verschil tussen jongens en meisjes. De structuur van de hersenen, in dit geval het totale volume van de hersenen. De grote omvang van de hersenen. Blauw, de bovenste, zijn jongens, rood zijn meisjes. Je ziet bij meisjes rond 10,5 jaar een klein pijltje, dan zijn de hersenen op hun grootst. Opmerkelijk dat bij jongens datzelfde pijltje bij ongeveer 14,5 jaar zit. Bijna 4 jaar later. Dus de grootste groei van jongens is een stukje later. Ja, duidelijk. Als je op het volgende plaatje kijkt van wat er in de loop van de tijd van puber tot van peuter via puber tot volwassenen gebeurt, dan zie je dezelfde hersencentra. Die witte bolletjes, dat zijn de plekken waar heel erg veel hersencellen bij elkaar komen. En je ziet bij het linker, bij die peuter, heel veel, hele kleine draadjes, heel veel verbindingen, heel veel cellen ook. Het blijkt nu dat de cellen afnemen in aantal van peutertijd tot aan puberteit. En dat de verbindingen tussen cellen veel intensiever worden, sterker. Eigenlijk alsof je van een klein landweggetje via een asfaltweg tot een grote vierbaans weggaat. Dus je gaat selecteren naarmate je ouder wordt in verbindingen die je maakt in je hersens. De hersenen worden inderdaad geselecteerd. Die verbindingen die worden geselecteerd, die effectief zijn, die functioneel zijn, die ergens toe doen. En dat is natuurlijk mooi, omdat de omgeving is ervoor nodig om die selectie te helpen maken. Dus het wordt er eenvoudiger op in je brein? De mogelijkheden van het brein die worden veel en veel groter, omdat eigenlijk alle delen van die stap daarboven, die kunnen via die wegen bereikt worden. Het wordt eenvoudiger om van de ene plek van de stad, van de hersenstad, naar de andere te komen. En het eenvoudigste wordt het na 20e jaar? Het is zo dat bepaalde functies in de loop van de adolescentie pas ontwikkelen. Okay. En dat zijn functies die met het evalueren van jezelf en met het evalueren van de omgeving te maken hebben. En die komen dus pas in de midden-adolescentie. Okay.